Yo, kijkers van Dus David Games, Lush hier. Welkom terug bij Bob de Skater. En jongens, vorige keer hebben we natuurlijk een aantal missies gedaan. We hebben een heleboel statpoints gevonden. Of een heleboel, we hebben er twee. Yes! Maar deze keer heb ik weer een probleem, want we hebben nog hier een statpoint te zoeken. En jullie hebben in de comments achtergelaten hoe ik dat moest doen. En het had toch inderdaad een beetje te maken met dat ronde ding wat ervoor stond. Maar het schijnt dat je er bovenop moet gaan staan. En dan vanaf lanceerding dat je dan jezelf omhoog moet schieten. Ik heb echt geen idee, maar we gaan gewoon eens even kijken. Ik moet hier dus bovenop komen. Wacht even hoor. Oh, nee, niet zo, Bob. Je bent geen bagage. Ga nou even gauw er bovenop. 1, 2. Hup, er bovenop, Bob. Zap. En dan moeten we hier snelheid maken. En dan... Oh, kijk. Hoppakee. 5 of 5 stat points. Nice, jongens. Dankjewel. Kunnen we de volgende weer gaan doen. Even kijken. Andrun, hoppakee. Dan kunnen we er weer ergens in stoppen. That's what she said. Even kijken. Waar gaan we hem in gooien? Ik denk in rail balance. Dan gaan we wat minder vaak op onze bakkes. Als we gaan grinden. Dan kunnen we de volgende gaan zoeken. De volgende statpoint. Weg van het vliegveld. Ander level. Airport. Oh, de goals. Moet ik er nog eentje doen? Nee, dat hoef ik niet. Ik wil alleen de statpoints hebben. En hier moeten er ook naar 3 liggen. Competition. Ja, het is een competitieverband ding. Maar dat boeit me even niet zoveel. Daar is er eentje. Dan moet ik hier omkeren. En dan die kant op. Daar ligt er een. Die is van mij. Woe! En die is er van mij. Dank u wel. Nou, nog 2. Maar waar? Ik zag er daar nog wel eentje hangen. Daarboven. Holy shit, die hangt hoog. Kan ik er bovenop komen? Nee. Dat moet ik op een andere manier doen. Moet ik waarschijnlijk... Oh, nee, dat is de deur, Bob. Je bent nog niet klaar. Je mag nog niet naar huis. Je mag pas naar huis als ik zeg dat je naar huis mag. Dan gaan we hier proberen. Ja, yo, 4 of 5. En nou de laatste nog. Waar is dat laatste ding? Laatste ding. Hallo, waar ben jij? Waar de fuck is die? Hij is niet hier. Of zal hij hier liggen? Deze kant. Kijk hoor. Hier nog een rails. Ik denk dat hij dan hier ergens moet liggen. Die heb ik ook niet zo vaak geweest. Op het bord. Dat is ook niet wat ik zoek. Waar is dat laatste ding? Setpoint. Oeh, een dek. Ja, dan heb ik het al te laat. Jammer, Bob. Jammer, jongen. Oh, wij krijgen nu wel een overzichtje. Goed, dus van de hal. Nee, daar ligt hij dus niet in die hoek. Maar ik kijk gewoon of er ergens iets beweegt. Maar ik zie niks bewegen. Ik zie niks bewegen. Ja, ik zie dat dek daar. Die ga ik ook nog wel even pakken. Maar het laatste setpoint zie ik niet. What the fuck? Hebben ze die verstopt van mij? Ah, wow, wat flauw. Wat een flauwigheid. Ik wil gewoon dat statpoint hebben. Nee, Bob. Dan moet je niet heen, man. We gaan er zomaar overheen dan. Hoppakee, into the gap. Op de machines. En dan gaan we nou gewoon eens even lekker dat ding pakken, Bob. Zo. Hoppakee. En het dek is van ons. Maar ja, waar is die laatste dan? Woo! Crooked up, into revert. Kickflip. 1, 2, nee, ik wil een manual erachteraan knallen. Zo, en dan in één keer door. En deze erachteraan. Woe! Bob is echt een pro, jongen. Maar dat zoek ik allemaal niet. Ik wil dat ding. Anders voel ik mezelf voor lul staan. Nou, wacht. End run. End competition. Laten we dat eerst eens doen. Misschien heb ik hem wel stiekem toch te pakken gehad. You did not place. Ja, dat is helemaal niet zo erg. Rail balance nog eentje. En switch. Die kan ik ook altijd gebruiken. Die kan ik altijd gebruiken. Saving data. Save succesvol. Hartstikke mooi. Restart. Restart competition. Moet ik misschien naar buiten of zo op een of andere manier? Dat ik de deuren open moet doen. Nee, dat kan ook niet. Waar de fuck zit dat? Ik kan me wel vaag herinneren dat je naar buiten moet, maar... Ik weet niet meer waar. Ik weet niet meer hoe. Ik weet niet meer waarmee. Maar de hele tijd rondjes rijden is ook leuk. Serieus, jongen. Die Bob die doet nou alle... Natuurwetten al aan zijn laars lappen. Hoppa. Ik vind het wel goed. Ik geloof het wel, die laatste statpoint. Ik weet niet waar die ligt. Als jullie het weten, mogen jullie het in de comments neerzetten. Dan gaan we eens eventjes kijken of we die nog kunnen vinden. Quit. Kunnen we even kijken waar we nog moeten. Change level. Statpoints hebben ze allemaal. Hebben we allemaal, allemaal. Suburbia. Kunnen we er daar nog eentje doen. Waar is de statpoint? Statpoint. Daar, op het dak. Hoe gaan we daar nou weer terechtkomen? Ja, ik weet het. Ik weet hoe we op het dak moeten komen. Gewoon via deze kant. Oh, nee, rem op. Goed zo. En dan gaan we via de
powerlines gaan we. Gaan we gewoon zo. Ja, dat is dus... Dat is dus niet de bedoeling, Henkie. Oh, man. Andere kant. Andere kant. Ik ga het nog een keer, opnieuw. Hoppakee, opnieuw. Even kijken waar we precies naartoe moeten. Ik wil gewoon eens even bedenken hoe ik moet gaan rijden voordat ik überhaupt naartoe ga rijden. Even kijken hoor. Dit is te hoog. Ik heb een bepaalde manier nodig om daar bovenop te komen, maar ik heb geen idee hoe. Dat is wel makkelijk zijn als die gewoon vast is. Nee! Dat was zijn nek. Oh, ik ben er toch bovenop. Dat is mooi. Even kijken hoor, hoe komen we daar? Auw, kunnen we hier gewoon oprijden? En dat zeiden ze er niet bij. En dat doen we gewoon zo. Hup. Nee, niet naar beneden donderen, Bob, alsjeblieft niet. Nee, dat kan ik niet. Oh. Bob, maar weet je ook af en toe een faalhaas, jongen. Dat kan toch niet? Zo, opnieuw. Nu doen we een beetje snelheid. Gaan we er in één keer overheen. Let op, hè. Niet over het dak heen. Op het dak, Slimpy. Man, wat heb je er aan die vent? Ik zit wel op de goede weg trouwens, denk ik. Want volgens mij is dat wel een manier waarop het moet. Maar misschien moet ik het anders doen. Hoe kom ik daar nog meer bovenop? Oh, wacht, ik kan ook daar. Dan ga ik gewoon grindend naar boven. Zo. Dan ga ik grindend hier. Oh, en daar kan ik. Nou, ik zat bijna op de goede richting. Retry, we gaan het nog een keertje proberen. En dan heb ik even wat meer tijd. Oh, pas op voor de postbode. Sorry meneer de postbode, u kunt lekker uw dingetjes doen. Of was het de melkboer? Ach, maak het uit wie het was. Het was in ieder geval een vent die in de weg reed. Hij rijdt wel lekker snel, die Bob, hè? Nee! Je gaat te snel, Bob. Je bent te goed. Je bent een veel te vlotte jongen, jij. Je moet rustiger aandoen, jongen. Dit wordt hem niet zo. Rustig aan, Bob. Rustig aan. Oh, zo close. Kop, niet naar beneden rijden. Niet naar beneden rijden. Nee, ja. Kom op. Je krijgt hem. Dit lukt je, Bob. Dit gaat jou lukken. Af en toe krijg je toch gewoon slappe... Nee, ik zal het niet zeggen wat je van hem krijgt. Dan krijgen jullie allemaal rare dingen over mij te denken. En dat willen we niet. Dat willen we niet. Zo, nog een keertje. En hoe kom ik hier nou echt gauw zo bovenop? Ik denk toch via dit. Maar ik ben gewoon te snel. Hij had langzamer moeten zijn. Als hij langzamer was, dan kon hij er veel makkelijker bovenop komen. Dan kan hij daar stoppen, kan hij remmen, kan hij keren. Maar dat wil hij niet. Hij schiet meteen door. Laten we het dan zo proberen. Ja, oh, de verkeerde knopje. Ik zit met mijn vinger... Ik zat met mijn vinger te ver naar rechts. Ik drukte op het naar rechts knopje terwijl ik op het knopje naar beneden moest drukken. Nou ja, we weten in ieder geval wat we moeten doen nu. Gewoon rustig aan. Nou moet ik even niet falen. Zo goed zo, Lars. En kijk eens even wat we hebben. Nee. Kom op, het gaat nu goed. Gaat goed, Bob. Gaat goed, geen gekke dingen doen. En we hebben hem. Joehoe! En we doen we nog een trucje om het te vieren. Woehoe! Dat maakt het ook uit. Bob jongen, all goals completed. Mooi, dat hadden we al. Maar wat boeit het ook. Record voor Bob, altijd fijn. En nog een point om te spenderen. Waar zullen we mee aan doen? Aan lip balance, denk ik. Altijd handig om te hebben, lip balance. Nee, rail balance. Gewoon voordat het kan. Kunnen we tenminste makkelijker over dingen heen grinden zonder dat hij naar beneden flikkert. Kijk eens van de David Games. Ik moest even boeren. We gaan het hier belaten. Vergeet niet om even op mijn kanaal te kijken als je dat nog niet gedaan hebt. Daar ga ik natuurlijk lekker verder met Bob de Skater. Ik denk dat dit voorlopig even de laatste aflevering van Bob was. Want we hebben natuurlijk een groot gedeelte van de stat points gevonden. En ik ga hem op mijn kanaal verder afmaken. Dus als je zoiets hebt van ik wil nog meer van Bob de Skater zien. Kom gewoon eventjes naar Vaco Games en dan zie ik je daar. Vergeet het groene duimpje niet te doen. Vergeet niet te abonneren op Dus David Games als je dat nog niet gedaan hebt. En dan zie ik jullie de volgende keer weer terug. Hier op Dus David Games. Met een andere game. Mazzel!